Hoi, ik ga jullie laten zien hoe je deze trui maakt. Dit is, mijn dochter noemt het een crop sweater. Ze zag de andere trui die ik laatst online heb gezet, met die kool. En zei, mama, zoiets wil ik ook, maar dan niet zo lang en niet te wijd. Nou, dus ik ben aan de gang gegaan en dit is hem dus geworden. Ik ga uitleggen hoe je hem maakt. Hij lijkt heel veel qua maken op die andere, dus heb je die andere gemaakt, zal het nog iets makkelijker zijn. En anders leg ik de steken gewoon uit. Ik heb hem gehaakt met de Luxury van de Zeeman. Met een klein glittertje zit erin. Kost 2,79 en is 150 meter, 100 gram. En ik heb hem gehaakt met haaknaald 7. Maar wil je hem wat wijder, doe je haaknaald 8. En, nou, en zo kun je hem natuurlijk ook gewoon smaller maken. Strakker. Haaknaald 6. Nou. Ik heb een rij vaste. Dat is mijn boord. En daarna heb ik halve stokjes paarsgewijs weer gebruikt. Ik ga laten zien hoe je deze maakt. Nou. Het begint met een rij vaste, een rij losse. En in mijn geval heb ik 48 vaste gehaakt. Dus dan doe je er 49 opzetten, losse opzetten. En dan ga je in de tweede vanaf de haaknaald doe je een vaste. Dus dat ga ik ook nu doen en dan ben ik er zo weer. Nou, daar ben ik weer. Mijn losse lijn is 49 losse geworden. Nou, ik zal even uitleggen hoe het werkt. Deze maat heb ik, deze trui heb ik helemaal gemaakt op de maat van mijn dochter. Ze is een meisje van 13, normaal postuur. Nou, ik heb dus, als je de rolmaat erbij pakt, heb ik dit dus opgemeten. En ik kom net iets onder de 50 centimeter uit. En dat is van heup tot heup meet je dat op. Dus doe een trui aan waarvan je zegt die zit helemaal goed. En meet die op van links naar de naad. Of links van de naad naar rechts de naad. En dan heb je eigenlijk je perfecte maat. En dan ga je dus een losse lijn doen. En dan doe je dat voorpand, achterpand hetzelfde. En dan heb je echt de perfecte maat. Nou, heb ik bij mijn dochter dus ook gedaan en dan kwam ik hierop uit. In dit geval dus 48 losse. Ik heb er 49 gedaan, want ik wilde 48 vast aan overhouden. Dus, nou, een vaste, we kennen ze vast wel, maar ik zal het even een stukje doen. Dit is dus de 49ste en dan doe ik in de volgende de eerste vaste om er 48 over te houden. Nou, dan ga je dus allemaal vaste maken tot het eind van je werk. Dan doe je één losse en je keert je werk. En dan maak je in de eerste direct weer een vaste. Nou, dat is allemaal nog niet zo moeilijk, hè? Als je begint te haken, dan begin je eigenlijk met de vaste. Dus dit gaan wij nu ook doen. En dit doe je 10 rijen. Dan heb je je boord 10 rijen. Dus als je dat hebt gedaan, en ik ook, dan ben ik er zo weer. Nou, ik heb mijn 10 rijen vaste gedaan. En nu gaan we dus beginnen met halve stokjes paarsgewijs. En dan gaan we omhoog werken. Nou, je begint met één keer lossen. En dan in de eerste doe je een half stokje. Nou, dan gaan we de halve stokjes paarsgewijs beginnen. En die beginnen we ook in de eerste. En we gaan verder in de tweede. En dan door 4 draden. Nou, ik zal even eigenlijk uitleggen. Ik maak hem al heel vaak. Maar ja, je hoeft niet al mijn video's gezien te hebben. Een half stokje paarsgewijs. Dat zijn eigenlijk twee halve stokjes samengehaakt. Dus die begin je in de vorige. Dus ik heb hier een half stokje en daarna ben ik in diezelfde
ben ik mijn halfstokje paarsgewijs begonnen. Daar begin je en je gaat verder naar de volgende. Ik zal het uitleggen. Halfstokje, je slaat je draad om. Dan ga je dus eigenlijk in waar je net geëindigd bent, begin je hem weer. En je neemt één draad mee terug. Dan heb ik er drie heb ik er op mijn haaknaald. Dan ga ik naar de volgende. Ik sla weer een draad mee terug. Dan heb ik er vier op staan. En die doe je allemaal door één. Kijk, dan heb je eigenlijk in twee lusjes hier gewerkt en je houdt er maar één over. Dus dat is eigenlijk de halve stokjes paarsgewijs. Dus in de vorige, in de volgende. Nou, zo ga je door tot aan het eind. Je begint dus met een half stokje. En dan begin je een half stokje paarsgewijs ook in die. Als ik helemaal aan het eind ben, dan doe ik een half stokje paarsgewijs tot de ene laatste. Ik zal het hier even laten zien. Kijk, hier heb je mijn vaste. En hier heb je mijn eerste rij. Kijk, ik zal even inzoomen. Dan de ene laatste eindig ik met een half stokje paarsgewijs in de ene laatste steek. Zie je dat? Die is hier begonnen en hier eindig ik hem. En dan in de laatste steek doe je alleen een half stokje. En dan weer één lossen en dan weer de volgende rij. Dus ik denk dat het wel duidelijk is dat ik het zo laat zien. Zie je dat? Dus in de laatste steek doe je alleen een half stokje. Nou, dat gaan we dus nu doen. En je gaat dus 29 rijen doen. De halve stokjes paarsgewijs ga je 29 rijen. En dan gaan we dus de hals haken. Dus dan ben ik er dan weer. Nou, ik heb mijn 29 rijen halve stokjes paarsgewijs af. En nu gaan we dus de boord gaan we doen. We beginnen aan de zijkant met 1 half stokje. En daarna doen we 16 halve stokjes paarsgewijs. Dertien, elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien en zestien. Dat is nog even natellen. We kijken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, dan gaan we naar de tweede rij. Dan doen we 1 losse. Dan keren we het werk. Dan doe ik de eerste steek overslaan. En dan doe ik in de volgende een half stokje. Dus deze sla ik over. En in de volgende een half stokje. Dan doe ik 14 halve stokjes paarsgewijs. Eén, twee, drie, vier, vijf,
7. Acht. Negen. Tien. Elf. Twaalf. Dertien. Veertien. En dan eindig ik met een half stokje. In de laatste. Dan gaan we door naar rij 3. Een losse. En weer keren. Even zien hoor. Dan beginnen we met een half stokje. Want we zitten hier op de rechterkant natuurlijk. Dan doen we 12 halve stokjes paarsgewijs. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 en 12. En dan eindig ik met 1 half stokje. En dan gaan we naar de volgende, de vierde rij, en dat is weer met een losse beginnen. Dan in de eerste een half stokje. En dan 12 halve stokjes paarsgewijs. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. En dan eindig ik weer met een half stokje en een losse om te keren. Nou, we zijn er nu bijna. Eerste een half stokje. En dan 12 halve stokjes paarsgewijs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 en dan eindig ik weer met een half stokje. En dan knip ik hem af. Zo, dat is de eerste. Nou, dan gaan we naar de andere kant. Ja, deze is goed gelukt. Dan gaan we dus naar de andere kant.
Nou, de andere kant, die hechten we eerst de draad aan. Zo. En dan doen we één losse. Waarom leg ik mijn bol eigenlijk zo'n int weg? Zo niet handig. doen we één losse. En daarna doen we 16,5 stokjes paarsgewijs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, ik ga bijna het beeld. 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16 en ik eindig met een half stokje. Dan een keer lossen. Zo. Dan een half stokje. En dan doen we 14,5 stokjes paarsgewijs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. En 14. En dan eindig ik met een half stokje en een keer lossen. Dan rij 3 doen we steek overslaan. Dus die sla ik over. En in de volgende doe ik een half stokje. En daarna doe ik 12 half stokjes paarsgewijs. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, ik zei 12, maar zijn er 13, en een half stokje. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Oh, de eerste is een half stokje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 en een half stokje. Ja, zo klopt die. Oké.
Nou, even een kanttekening, want ik zat net een beetje... Ik maak altijd aantekeningen hoe ik dit moet doen. En ik zat er net een beetje raar tegenaan te kijken van wat heb ik opgeschreven. Nou, rij 3, die gaat dus anders. Want ik had gewoon 13 tot aan het eind gedaan. Nou, dat klopt dus niet. Want ik moet op 12 uitkomen. Dus 1, dit klopt wel hoor. Dit 1 steek overslaan, dan een half stokje. Dan komen er 12 halve stokjes paarsgewijs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En dan sla ik 1 steek over. En dan doe ik de 13e halve stokje paarsgewijs. Echt in de laatste steek. Nou, dan denk je, ja, maar dan gaan we scheef. Dat is, maar daar ga je helemaal niks van zien. Dus, nu, zo is die dus. Dus wat ik net zeg... Je zag het ook een beetje dat ik twijfelde. En, maar zo moet hij dus. Dus deze steek slaan we over. Dan is de vierde rij. Beginnen we weer met een losse. En dan is aan de rechterkant dus dan 1 half stokje. En dan 12 halve stokjes paarsgewijs. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 12 en dan eindig ik met een half stokje en dan de laatste rij, rij 5, 1 keer lossen, een half stokje en 12 half stokjes paarsgewijs, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 en dan eindigen we met een half stokje en een extra lusje en de schaar die ik ergens verstopt heb. En dan knippen we hem af en dan hebben we hem klaar. Dus dit is een kant. Hier heb ik nog een kant. Zo, dan moet je ze... Kijk, dit, je kunt het zien, dit is niet zo'n hele lage boord, want er komt nog een kool op. Dus dit is de voor, zijn er voor- en achterpand. En dan moeten we nu nog, die doen we even aan de kant, de mouw maken. Die, ik sla mijn blaadje om. Als je mijn vorige trui hebt gemaakt, dan komt je dit wel bekend voor. Is niet zo heel moeilijk. Het is gewoon constant meerdere. Nou, we beginnen dus met 23 lossen plus 1 extra. En dan doe je daarin 23 vaste. Dus dit is 10 rijen vaste. Wat we net, dit is onze boord. Dan doe je 10 rijen vaste. Daarna. Daarna ga je meteen beginnen met meerdere. Dus dan doe je, hoe meer je, dan doe je 2 halve stokjes in het begin en 2 op het eind.
Dat is je meerdere. Nou, dan doe je dus één rij meerdere. Dan doe je rij 2, 3, 4 en 5 doe je niks. Dan ga je gewoon door op dezelfde aantal steken. En dan rij 6, dan ga je weer meerdere. Dan 7, 8, 9 en 10. Gewoon rij 11 meerdere. Nou, ik doe het altijd zo. Als ik dan aan het meerdere ben, dan doe ik daar een steekmarkeer erin. En dan kan ik makkelijk zien als ik dan weer 4 rijen gehad heb. 1, 2, 3, 4. Ja, dan moet ik in de volgende weer meerdere. Snap je? Dus zo ga ik door. Deze trui die wordt voor mijn dochter. Dus ik heb gewoon op een gegeven moment opgemeten tot hoe lang die moet zijn. En ik kwam op rij 26 meerdere ik voor het laatst. En dan heb ik rij 27, 28 en 29 gehaakt. En toen was die lang genoeg. Dus zo ga je je mouw haken. En als we die klaar hebben, dan gaan we alles in elkaar zetten. In elkaar zetten en dan gaan we de kool erop maken. Dus voorlopig kun je nu door. Ik ga nu ook nog mijn tweede mouw haken. Dan zetten we hem in elkaar. Dat moet denk ik ook wel lukken. Kan ik ook wel meteen even uitleggen. Nou, de truien leg je met de verkeerde kanten naar buiten. Dus, nou, dit zijn dan de verkeerde kanten. Nou, dan ga je hem gewoon dicht maken aan de zijkant. Ik doe dat altijd gewoon met naald en draad. Zo, doe de mouw dubbel. En die komt dan natuurlijk, ik zal even mijn camera iets draaien. Die komt dan hier. Doe dat niet te strak, doe hem gewoon losjes vasthaken. Nou, ik heb het bij mijn vorige trui ook uitgelegd hoe je dit doet. Je begint hier met aan elkaar vast te maken. En dan ga je hier bij de mouwen, ga je de bocht om. En dan maak je eigenlijk de hele onderkant van de mouwen maak je vast. Maar eerst doe je natuurlijk dit gedeelte vastmaken. Dus je begint met hier de bovenkanten, dus bij de schouders, daar begin je met vast te maken. Dus met naald en draad vast te maken. Daarna zet je de mouwen op hun plek. Die maak je vast. En dan vervolgens begin je hier, ga je hier langs heen en dan ga je langs de mouw. En dan is je trui in elkaar gezet. Dat ga ik nu ook doen. Ik ga eerst nog een andere mouw haken. Daarna ga ik hem in elkaar zetten. En dan gaan we samen de kool doen. Dus tot straks. Nou, mijn trui zit helemaal in elkaar. Nu gaan we de hals doen. En ja, ik twijfelde heel erg. Maar ik denk toch dat ik er een kool op ga maken. En nou, we gaan gewoon eens even beginnen. Ik begin met een lusje. Met mezelf de haaknaald. Kijk, en ik heb ook alle draadjes nog helemaal niet weggewerkt. Dan doe ik gewoon zo naar binnen. En dan ga ik op een gegeven moment dat wel wegwerken. Nou, ik besluit om hem hier op de zijkant te beginnen. En dan maak ik hem daar vast. Met een halve vaste. En dan ga ik gewoon beginnen met een rij vaste te doen. Eerst één losse. En dan ga ik gewoon vaste doen. En ik kijk een beetje hoe ik de steken wil doen. Ik doe hem dan hierin. En nou, ik kijk gewoon. Dus moet je ook zelf gewoon even zien dat ze niet te dicht naast elkaar zitten. Maar ook weer niet te ver uit elkaar. Zie. En dan, nou, dan doe ik hem hierin. En de volgende doe ik hier. En dan, nou, zo ga je dus eigenlijk helemaal rond. En gewoon omdenken dat ze niet te dicht bij elkaar zitten. Kijk, hier ben ik van een lusje. Nou, dan doe ik hem hier. En dan doe ik hem hier. En dan gaat zo mijn draadje al meteen naar binnen.
Nou, en zo ga je helemaal rondom. Nou, en dan ben ik er zo weer. Nou, heb ik de eerste rij heb ik vaste gedaan en die is klaar. En nu ga ik dus minderen, want anders krijgen we een hele wijde boord. En dat is toch ook niet mooi. Dus we gaan nu minderen. En ik begin met gewoon een losse. Deze hoef ik dan niet te doen. En dan doe ik een vaste. Tweede vaste. En de derde vaste. Die doe ik samen haken met de vierde. Dus 1 vaste. Tweede vaste. En de derde en de vierde doe ik samen haken. Dus vaste. Vaste. En dan deze derde en vierde weer samenhaken. En zo ga je weer door tot aan het eind. En nou, dan ben ik er zo weer. Deze rij is ook af. Dus dan ga ik met mijn volgende rij ga ik nog 1 keer minderen. En dan is mijn hals wel, denk ik wel, goede maat. Nou, ga ik zo even kijken. Dus ik doe nog een keer een rij minderen met een vaste. Tweede vaste en de derde en de vierde doen we weer samen. Vaste, vaste en de derde en vierde weer samen. Nou, bij mij is dus iets veranderd. Ik heb alleen ik ben aan de zijkant natuurlijk begonnen net. En daarna ben ik achterlangs gegaan. Je hebt natuurlijk de voor- en achterkant zijn eigenlijk hetzelfde, maar ik moest een achterkant creëren, dus ik heb de derde rij heb ik gewoon alleen aan de achterkant geminderd. De voorkant doe ik nu gewoon de vaste zoals ze zijn, dus die ga ik niet minderen. En dan ga ik hierna nog één rij doen waar ik ook de achterkant ga minderen. Dus ik doe hiervoor dit. Heb ik omgedoopt tot voorkant. Zo. Met een rij vaste dus. Dus alleen maar vaste. Het is zo moeilijk om het allemaal op de camera te krijgen. Het is, ja, is natuurlijk al helemaal in elkaar gezet. Dan is het zo'n lap. Ik hoop echt dat jullie hem leuk vinden. En vooral dat mijn dochter hem ook leuk vindt. Die is 13. En vindt natuurlijk niet alles meer leuk. Maar ja, ze zag deze wol en wilde er meteen een trui van. Ik zei, ja, maar ga je hem dan ook aandoen? Dat was zo. Dus jullie gaan van me horen of het zo is. Maar ik denk dat ze haar gewoon... ja, ze is nu op school, dus ik kan het niet vragen. Ik denk dat een kol... Ik denk niet dat ze dat wat vindt. Ze heeft trouwens ook helemaal geen truien met kool. Dus ik ga dan toch maar geen kool doen. Willen jullie wel een kool doen, dan meerder je gewoon voor een achterkant. Minder. Je voor een achterkant gewoon tot een steek of 30, 35, zoiets. Nou, en dan ga je alleen maar door naar boven. Nou, moeten er nog een paar. Dan ga ik even... Even keren. Wow. Nou, dan ben ik dus nu aan mijn zijkant. Nu. Kijk, want hier heb ik... hier kun je zien dat het aan elkaar gezet is. Dan weet ik precies dat dat mijn zijkant is. Nou, dan ga ik hem hier weer verbinden met een halve vaste. En dan ga ik weer 1 omhoog. En nou ga ik weer... Van deze zijkant naar de andere zijkant ga ik weer minderen. Dus ik doe een vaste en de derde en de vierde samen. Meteen een stukje keren. Vaste. Vaste. Derde en vierde samen.
Vaste. Vaste. En samen. Kijk, en ik moet dan doorgaan. Kijk, zoals hier. Dit is mijn andere zijkant. Hier heb ik de andere kant aan elkaar gezet. Dus ik moet tot hier doorgaan. Ik had hier twee samengehaakt. Dus vaste. Vaste. 3, 4 samen. En dan nog vaste. Goed kijken. Vaste. Ja, en dan heb ik gewoon een draad die ik nog afhechten mee. Dat wordt allemaal te ingewikkeld hoor. Dus dit is een vaste en dit is een vaste. Kijk, en dan ben ik hier op de zijkant. Nou, ik kan niet mooier uitkomen dat ik de derde en de vierde hier moet samenhaken. Nou, heb je soms hè, dat je echt een projectje af hebt en dan ook al zo klaar mee bent. Nou, dan ga ik maar even kijken hoe dit lijkt. Als ik hem neerleg. Kun je hier natuurlijk even helemaal niks van zien. Nou, het oogt goed. Ik ga de voorkant ga ik niet eens meer verder. Ik ga hem afhechten. Dus ik ben gewoon gestopt bij deze. Nog minderen. En de voorkant doe ik dus niet. En dan kom ik op een aantal steken van. Even kijken hoor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, nou 37. Ik vind het geweldig. Dus ik ga hem afhechten en dan is mijn filmpje, mijn video is dan bij deze klaar. Ik ga er een foto van maken, zodat jullie hem allemaal kunnen zien. En ik wens jullie heel veel plezier mee. En ik hoop hele leuke truien te zien. Nogmaals, ik heb het bij de andere trui uitgelegd. Dit is dus even info voordat je gaat haken. Maar ik zeg het aan het einde van de video, heel logisch. Meet van heup tot heup. Pak een lekker zittende trui. Meet het op. En van links naar rechts. En dan weet je je maat. Want ik denk niet dat jullie allemaal met deze. Met dit garen gaan haken. Maar meet het gewoon zo op. Dan zit je eigenlijk altijd goed. Dan heb je altijd je maat. Nou, heel veel plezier en tot de volgende video. En vinden jullie mijn video leuk? Doe een duim omhoog. Heb je een trui te laten zien of een sjaal of een muts? Iets wat ik ooit een video over heb gemaakt. Laat het zien op mijn Facebookgroep. En bij hem haken en zo. We zijn bijna aan 1000 leden. Dus dat is erg leuk. En nou, tot de volgende keer.